Zijn jullie al begonnen? Oh, kom eraan. Het is alweer bijna een jaar geleden dat ik naar deze toffe werkplaats toe ging. Hiervoor had ik een kleine schuurtje en daarvoor had ik niks eigenlijk. En dat niks dat had ik in de tuin, of in de poort eigenlijk, want in de tuin kon niks. In deze video ga ik je vertellen hoe ik van niks tot hier gekomen ben. En ik ga je natuurlijk, zoals beloofd in de titel, de hele werkplaats laten zien. De mensen die al wat langer volgen, die weten dit. Maar eerst had ik mijn kleine werkplaats in de tuin. Dat was 2x3 meter, dit schuurtje. En daar deed ik al mijn projecten. En dit schuurtje heb ik vanaf het begin ingericht eigenlijk als één grote toolbox. Alles had een plek, overal hing wat. En het was eigenlijk best wel heel vet. Maar september vorig jaar kreeg ik dan de sleutel van deze werkplaats. En deze werkplaats paste natuurlijk niet bij mij in de tuin. Dus die heb ik lekker laten staan waar die stond. Namelijk op Garagepark Haarlem. En op Garagepark Haarlem staan heel veel van dit soort boxen. Dit is op de benedenverdieping, maar er zijn ook op de bovenverdieping iets kleinere boxen. Die dan ook wat goedkoper zijn. En wat ik het fijne vind aan Garagepark is dat je in deze boxen alles mag. Eigenlijk op dit terrein alles. Want ik heb hier ook lekker de driftrij kunnen testen. Maar ook in je box mag je bijna alles. Je mag je bedrijfje vestigen, je mag je klussen, je mag aan de muren schroeven. En dat is toch wel echt ideaal. Want als je een werkplaats wil inrichten en je mag niet aan de muren schroeven, dat is wel lastig. Maar er zijn ook mensen die hebben hun webshop hier of die stallen alleen hun aanhanger. Of motor, het kan echt allemaal. En wat ik heel fijn vind is dat er gewoon sanitair zit hier. Dus als jij druk bezig bent en je wil niet helemaal naar huis, hoef je dus niet een oude petfles te vullen. Ook voorkom je dat je ze door de war gaat halen. Dat hoeft allemaal niet. Je kan hier gewoon naar de wc. Ideaal. En dan het laatste voordeel is dat er een hek omheen zit. Maakt het niet alleen een afgesloten terrein waar je dus je projecten kan testen. Maar ook dat het allemaal gewoon wat veiliger is. Er zit een hek omheen, zit beveiliging bij, zit alarm op de box. Wat wil je nog meer? Ik heb de garage eigenlijk ingedeeld, of de werkplaats, in twee delen. Daar is mijn kantoortje of schone ruimte. Of in ieder geval, ik noem het meestal de studio. En hier is dan de werkplaats, waar er gewerkt wordt. En deze blauwe muur, die kennen jullie allemaal wel. Dus laten we daar beginnen. Deze muur is helemaal geen muur. Deze muur is eigenlijk mijn bakjeskast. Maar dat gaan we straks een andere kant laten zien als we bij de studio zijn. Deze kant is het mijn achtergrondmuur. Lekker blauw. Ik heb hier mijn Nerf gun. Mijn gekochte Nerf gun. En mijn eerste materialenvak. Laat even in de comments weten hoeveel plekken ik heb waar ik materiaal kan opbergen. Ik ben benieuwd of jij ze allemaal telt. Dit is mijn materialenvak wat ik in mijn oude werkplaats al had achter de draaibank. Daar paste die perfect achter de draaibank. Hier ook, want mijn vorige draaibank stond hier. En dat was gewoon, op die manier kon ik materiaal opslaan waar het geen extra ruimte kostte. Want die draaibank stond toch al, die ruimte kon je niks mee. Dit was perfect. Nou is die draaibank inmiddels weg. En het rek zit er nog. Maar het zit eigenlijk helemaal niet in de weg hier. Dus vooralsnog heb ik deze lekker laten staan. En hier bewaar ik bijna alles van ongeveer iets meer dan een halve meter. Kan in dit vak. Het is een halve meter diep. En deze een meter tot iets meer dan een meter. Past in het lange vak. En ik heb hier pom, aluminiumkokers, staal. Allemaal draadeinden. Super handig. Nou, wat je maar kan bedenken eigenlijk. Als het maar die lengte heeft. En een stafmateriaal is of koker. Dat het daarin past. Dan hier heb ik mijn toolrek en die ga ik even voor je pakken, want die verdient wel wat aandacht. Wat ik dus in mijn vorige werkplaats al deed en nu ook weer, en eigenlijk voordat ik een werkplaats al had, is alles zo efficiënt mogelijk opbergen. En daarbij kijk ik heel erg naar wat Adam Savage doet en geef ik daar mijn eigen smaak aan. Maar deze is redelijk 1-op-1 mijn eigen versie van gemaakt. Mijn toolkart. Adam Savage had hem met alleen maar tangen. Ja, zoveel tangen heb ik helemaal niet. Dus ik heb hier schroevendraaiers, tangen, veilen, andere tangen, kniptangetjes, veiligheidsbrillen hang ik er altijd in. Dan heb ik hier nog wat grotere tangen, mijn griptang, mijn hamer. Deze is cool, hè? Dit is dus een Baco. Niet van Baco, van Makita is die. Maar ja, we noemen dit allemaal een Baco. Nou, lijkt heel gewoon. Maar het is ook een griptang, dus je pakt er iets mee vast. Bijvoorbeeld deze sleutel. Nou, denk je, nou, die heb ik al vast. Griptang. Super vet.
Heel erg handig. En deze is ook leuk. Dit is een klein grijpertje. En als je deze koopt, heb je nog geen idee waar je hem voor gaat gebruiken. Maar geloof mij, als je er een tegenkomt kopen, want je gaat zo vaak zo blij zijn dat je dit hebt. Als iets ergens invalt, als je een boutje in een ding laat vallen waar je niet meer bij kan, ergens achter. Super fijn. En helemaal niet zo duur. En dan heb ik hieronder nog wat andere dingen liggen. Nog een extra plankje die ik gemaakt had al toen ik dit maakte, die hier gaat komen. Voor dingen die ik toen nog niet wist. Inmiddels heb ik er wel ideeën voor, maar kom ik er niet aan toe. Dus extra plankje. Hieronderin ligt nog een kitspuit, wat houtlijm. Dingen die ik eigenlijk anders zou moeten opbergen. Maar hij heeft ook nog een achterkant. Hierzo heb ik lijmklemmen. Kleine klemmen, nog kleinere klemmen. Nou, eigenlijk gewoon al mijn lijmklemmen. Dan hier aan de zijkant heb ik nog de schroefbits, een paar boordjes, steeksleutels. Hier kan mijn schuifmaat. 100 Stanley mesjes, want ja, je weet maar nooit. En als we hem nog verder draaien, hebben we hier blokhaken, zagen en een waterpas. Super veel op één karretje dus. Die weer lekker terug in zijn hoekje. En deze staat dus, zoals je hebt gezien, op wielen, zodat ik hem makkelijk mee kan nemen. En dat is iets wat terugkomt in deze werkplaats. Bijna alles staat op wielen. In mijn vorige werkplaats wilde ik dat ook al, maar ja. Wat ga je op die 6 vierkante meter nou rijden? Maar hier is dat zeker wel handig. Zoals bijvoorbeeld deze werkbank. Deze werkbank die heb ik helemaal ontworpen dat die super efficiënt is. Wil je dat zien? Kijk dan even de video die ik gelinkt heb, want het is te veel in deze video. Maar ook deze staat dus op wielen. En kan ik zo verrijden. Dus, als ik in een video wil iets wil maken waarbij je mij kan zien en wat er gemaakt wordt, dan draai ik hem een kwartslagcamera daar, of eigenlijk waar die nu staat. Kan je dat heel mooi zien. Wil ik gewoon de ruimte hebben om te werken, staat die lekker hier. Wat ik je wel ga laten zien aan deze werkbank is dit. Namelijk deze la. Hier zitten al mijn schroeven in die ik vaak gebruik. En nog wat bouten, zodat ik die allemaal lekker snel, makkelijk bij de hand heb. Als je helemaal terugscrollt op mijn YouTube kanaal, helemaal naar het begin, krijg je verschrikkelijke video's te zien. Maar dan zie je ook dat ik dus niet altijd zo'n mooie werkplaats had. Daar zie je mij gewoon in de tuin, of in de poort eigenlijk, zie je mij een kacheltje slijpen, lassen en een schuurbox. Dat kon gewoon. Ik had toen mijn gereedschap lag in mijn nachtkastje, naast mijn bed en in mijn nachtkastje. Want ja, dat was de enige plek die ik had. Dus dan, als ik tijd had, gereedschap eruit. En toen had ik eigenlijk zo'n karretje gemaakt zoals dat. Alleen dan geen karretje, dat was gewoon een kist die je kon tillen. Maar evengoed, alles was in het zicht, kon je pakken. Super vet. Dus al dat gereedschap naar buiten, spullen naar buiten om te maken. Begon het te regenen, ik weer naar binnen. Dus dat was niet ideaal. Dus toen we ons huis gekocht hadden, had ik al vrij snel het schuurtje geclaimd. En kon ik daar dus op mijn 2x3 vierkante meter helemaal gaan inrichten hoe we dat wilden hebben. Want het was nog helemaal leeg. Dus pro tip, ga je verhuizen. Claim gelijk je ruimte. Dan, hier zo. Dit had ik in mijn vorige werkplaats. Was ook een van de eerste dingen die ik gemaakt had. Hangt er nog steeds, nu leeg. Een materiaalrek. Want het hebben van materiaal is gewoon heel fijn. Zeker als je het soort projecten doet zoals ik doe. Waar je gewoon snel iets wil kunnen maken wat niet heel groot is. Maar wel materiaal nodig heeft. Kijk, ga je een hele werkbank lassen. Dan kan je daar gewoon lekker materiaal voor bestellen. Desnoods op lengte, want het is best wel veel. Maar de projectjes die ik doe, die hebben meestal niet eens zo heel veel nodig. Of ik bestel zoveel dat ik nog wat rest hou voor andere projecten. In beide gevallen moet je het ergens kunnen opslaan. En opslaan heeft alleen zin als je het ook weer kan vinden. Dus vandaar een materiaalrek. Ik heb hier eigenlijk al mijn aluminium liggen. Kokers, buizen, een stafmateriaal, een stukje messing ook. En die bovenste, die kun je niet echt zien, valt ook weinig te zien. Heb ik een plank opgelegd. Daar ligt nog gewoon wat een rol carbon en dat soort dingen die je eigenlijk bijna nooit gebruikt. Super handig. Wat we nog overgeslagen hebben is het spuitbussenrek. Komt ook eigenlijk weer terug bij Adam Savage zijn First Order Retrievability, zoals hij dat noemt. Ik noem het gewoon, je kan er makkelijk bij. Ik heb hier alle spuitbussen die ik heb. En je kan het gewoon in één oogopslag zien. En dat werkt veel beter eigenlijk dan alles in een kast opslaan. Want dan staan dingen achter dingen en je hebt geen idee wat je hebt. En zo kan je het gewoon zien.
Dus wil je iets verven, dan kijk je naar het rek. Oh, welke kleur heb ik? Ah, die. Of weet je niet of je iets hebt en wil je de voorraad even checken, kan je ook snel zien. Dus dat is wel een van mijn grootste tips in jouw werkplaats. Berg dingen op, zodat je ze in ieder geval weet waar ze zijn. Dat er geen dingen voor staan. En liefst dat je ze kan zien. Maar dat kom ik zo nog verder op terug. We gaan eerst door naar de linzen. Deze heb ik net nieuw en hier ben ik echt super blij mee. En zoals je weet gebruikte ik mijn oude linzaag best wel veel. Zeker helemaal aan het begin toen ik die CNC-frees nog niet had. Maar een linzaag is voor iedereen eigenlijk wel handig. Of je nou echt een hardcore houtbewerker bent. Of meer allround zoals ik dat doe. Op een linzaag kan je heel veel zagen. En heb je de ruimte, koop dan iets groters zoals deze. En heb je dat niet, dan zijn ook die kleine best wel gewoon heel goed. Dus mijn linzaag, waar ik heel blij mee ben. Hieronder hebben we nog, ook nog uit de vorige werkplaats, een tape rack. En hier kunnen een aantal soorten plakbanden, een aantal maten kunnen erin. En schuurpapier en nog een aantal rolletjes en vellen schuurpapier. Zodat je het makkelijk bij de hand hebt. In mijn vorige werkplaats hing dit aan de muur. Hier had ik op de muur, wist ik niet echt een goede plek. En toen heb ik het een tijdje geleden hier gewoon aan die werkbank geschroefd. Toen stond deze nog niet zo dichtbij. Was best wel makkelijk, maar nu met dit is het niet ideaal. Maar tegelijkertijd, het werkt wel. Dus waarschijnlijk gaat het gewoon zo blijven. Dan komen we nu bij iets wat in de vorige werkplaats niet kon. Wat nu wel kan, waar ik super blij mee ben. Heel lang voor gespaard heb. Jawel, het is deze. Magneet voor op de deur. Dat kon niet in de vorige werkplaats. Nee, natuurlijk niet. Dat is de draaibank. Ja, dit is 900 kilo oud staal. Nou, klinkt dat minder leuk dan het is. Maar dit is gewoon een super solide draaibank. Altijd goed onderhouden. Hij werkt nauwkeurig. Hij zit geen speling op plekken waar het niet moet zitten. Het is gewoon een beest van een machine. Dus hier ben ik echt heel blij mee. Het kostte een vermogen. Ik heb er heel lang voor moeten sparen. Maar nu die er eenmaal staat, is dat gewoon heel fijn. En weet ik dat als ik iets draai en het komt er niet uit zoals ik dat wil, dat het maar aan één ding kan liggen. En dat ben ik. Dus dat is wel even confronterend. Maar goed. Ik ben wel langzaam mijn toolset en mijn skillset aan het uitbreiden. En dat is wat ik belangrijk vind. En dat ik een nieuwe draaibank ging kopen, heb ik er ook voor gezorgd dat ik gelijk iets ging kopen wat ik gewoon helemaal blij mee ging zijn. Waar ik over 10 jaar ook nog blij mee ben. Wat gewoon een goede, degelijke machine is. En dat is deze. Want er zit gewoon net afscherm op. Er zit een digitale uitlezing op. Wat ik zei, hij loopt soep. Hij is goed onderhouden. Ja, deze machine kan gerust nog 20 jaar mee. Misschien wel 30, 40, 50, 60. Want ja, hij gaat tenslotte ook al heel lang mee. Deze komt, als ik het goed heb, is deze in 1981 nieuw gekocht. Dat is ongeveer 9 jaar ouder dan dat ik ben. En ik hoop hem nog even mee te gaan. Nou heb ik hier naast de draaibank. Nee, voordat we daarin gaan, zou ik eerst nog even hierheen, want ik was wat vergeten. Ik wilde hier te graag heen. Helemaal laag, ja je bent er. Heb ik een stofzuiger. Deze heb ik ook net nieuw, net als de linzaag. En deze is, ja dit is gewoon een hele fijne. Ik had hiervoor, had ik een Kärcher. Dus zo'n kleine gele bouwstofzuiger, je kent ze wel. Deed het op zich ook prima, maar die had een paar dingen waar ik niet helemaal tevreden over was. Hij was vrij klein en nu met het frezen, op de CNC-frees, zat hij echt elk moment vol. En ik gebruikte hem met zakken erin. En ja, op die manier kostte het best wel een hoop geld om die goedkopere stofzuiger te gebruiken. Want die zakken waren elk moment vol. En wat er ook nog mee was, is dat als je hem dus zonder zak gebruikte, zat het filter steeds vol. Nou, deze heeft het niet, er zitten nog 2 lagen tussen. En deze is 3 keer zo groot. Plus hij heeft iets goedkopere zakken. Dus dat maakt het al met al goedkoper om hem te gebruiken. Plus dat hij wat krachtiger is. Dus dat is ook voor de CNC-frees is dat wel heel fijn. En daarnaast staat de compressor. Die dat is een beetje zo'n must die je eigenlijk moet hebben. Vandaar ook must. En toen ik die compressor hier heb neergezet, heb ik gelijk de tijd even genomen om een bord aan de muur te maken met een vochtafscheider. Daarachter zit nog een drukregelklep. Er zit een manifold bij, dus dat je meerdere aansluitingen hebt. Dus je kan de compressor op 10 bar zetten. Gaat er eentje naar de drukregelklep, kan je iets anders op 8 bar gebruiken. En kan je ook nog gewoon je slang met je spuit gebruiken.
op 6 bar bijvoorbeeld. En wat ik ook heb gedaan, ik heb gelijk een slangraspel opgehangen, zodat ik overal gewoon mijn perslicht kan gebruiken. Slangraspel van 15 meter, dus ik kan ook nog best wel een stukje buiten de box komen. Maar wat ik tegenwoordig heb, is eigenlijk sinds deze werkplaats, is ik ga geen dingen meer upgraden naar een versie die het net niet is. Dus als ik iets upgrade, dan wil ik iets kopen wat gewoon nog jaren meegaat. Dat ik gewoon vooruit kan, want anders ben je nu geld aan het uitgeven aan iets wat het net niet is. Heb je uiteindelijk een heleboel geld uitgegeven aan dingen die het net niet zijn. Heb je een hoop tools die het net niet zijn. En uiteindelijk heb je dan ja, net niks. Dus dat zou ik ook zeker wel als tip willen geven. Is als je een tool wil en je weet dat je hem vaak gaat gebruiken. Kijk, als je iets één keer gebruikt, kan je gewoon goedkoop iets kopen. Gaat één keer goed, helemaal mooi. Gooi je het erna weg of bewaar je het. Maar als je iets vaker gaat gebruiken, spaar dan alsjeblieft tot je iets goeds kan hebben. Want tenminste, dat is wat ik doe. Ik heb liever dingen niet dan half. Want met half zit je uiteindelijk toch te klooien. Dus, goede tip. Dan gaan we toch weer door hierheen. Toen ik die vorige werkplaats ging maken en ook weer toen ik deze ging maken, toen heb ik er heel erg op gelet hoe ik het ging indelen. Want dat is heel belangrijk. Ik heb aan het begin mijn hele werkplaats uitgetekend. Gewoon op een A4'tje kan je dat doen. Je knipt je tools uit of je dingen die je erin wil hebben. Je werkbankje, nou, je motor als die erin moet. Al die dingen die knip je uit. En je gaat ze gewoon neerleggen op je blaadje. Vergeet ook niet jezelf uit te knippen, want jij moet er ook in. Leg je neer op je blaadje totdat je de indeling hebt waar je tevreden over bent. Op die manier kan je van tevoren alvast een goede inschatting maken. Het gaat het niet zijn. Als je alles erin hebt staan, ga je toch weer dingen willen schuiven of toch even dingen anders doen. Maar dat geeft wel een hele goede eerste richtlijn, want op die manier kun je heel makkelijk dingen proberen. En in mijn vorige werkplaats was het redelijk straightforward. Ik had aan één kant gewoon een gewone werkbank. Aan de andere kant had ik mijn toolbench, die nu ook hier staat, dat krijg je zo te zien. En vanuit daar ben ik dat helemaal gaan doorbouwen, totdat ik stukje bij beetje overal wat aan hangen. Dat was natuurlijk aan het begin helemaal niet zo. Maar uiteindelijk had ik gewoon echt een toolbox om me heen. Wat ook een heel groot voordeel had. Want ja, als je 2 bij 3 meter hebt, hoef je nooit heel ver te lopen naar gereedschap. Het meeste kon je gewoon zo bij. En ik merk echt dat nu in deze werkplaats, die er niet eens enorm is, maar wel 4 keer zo groot, dat ik gewoon langer bezig ben om de plek netjes te houden, om de plek in te richten. Maar tegelijkertijd scheelt het ook weer tijd, want je hoeft minder te puzzelen met waar ga ik dingen laten en hoe ga ik, zeker als je kastje aan het bouwen bent, hoe kom ik er weer omheen? Dat was echt daarom af en toe. Maar, over kastjes gesproken, ik heb hier een kastje. Mooi bruggetje, hè? Ja, zou ik inderdaad niks mee moeten doen. Dit is een vliegtuigkarretje. Je herkent hem wel. En hier heb ik alle bijtels in. Eigenlijk alles wat ik bij de draaibank nodig had. Want dat legde ik aan het begin hier op. Want deze heeft zo'n heel mooi plateau. Maar ja, dat is helemaal niet goed om daar dingen op te leggen. Want die stuiteren eraf. Als je pech hebt, als je heel veel pech hebt, stuiteren ze op de drieklauw. Gaan ze door de ruimte heen. Of door jou. Dus toen heb ik dit vliegtuigkarretje gekocht. En helemaal ingericht waar al mijn verspanend gereedschap in kan. En zoals je ziet, er is nog wat ruimte. En als we dat karretje verder doorgaan naar deze kant, zien we hier, jawel, mijn oude werkbank. In eerste instantie heb ik die gewoon hier als werkbank gebruikt, maar toen heb ik die mooiere gebouwd, of meer efficiënte, en werd deze mijn lasttafel. Althans, dat was het idee, dat het tijdelijk mijn lasttafel zou worden. Let op, tijdelijk en lasttafel. Ik heb hier wel geteld 3 keer op gelast, denk ik. En, nou ja, echt tijdelijk is het ook niet meer. Dus daar baal ik wel van, hier moet nog een goede lasttafel komen, maar uiteraard niet een gewone lasttafel. Want dit moet ook weer super efficiënt. Want ik wil hem op wielen hebben. Want zoals nu met de driftrek kan ik niet naar buiten. Ik moet die driftrek daar overheen tillen. Dus die moet op wielen, dat ik met de kant kan rijden. Er moet een goede plek zijn voor mijn lasapparaat. Maar ik wil er ook een soort van tweede blad bij. Of op, of scharnierend, weet ik niet. Dat ik de andere dingen op kan doen. Zoals je een keertje, bijvoorbeeld als je een keertje iets netjes moet werken. Dat je gewoon 2 werkbanken hebt. Of als ik iets aan het gieten ben met gietharsen, epoxy. Dan is ook een tweede werkbank handig. Dus het moet een solide blad worden waar je op kan lassen. En dan nog een soort van tweede blad waar je dan andere dingen op kan doen. Dus ben ik nog over aan het nadenken. Gaat vast een keer komen. Hier hebben we dan die toolbench wat ik net ook zei, die ik in mijn vorige werkplaats ook had. Dus
Ik heb het meeste gewoon meegenomen, want ja, ik had het al. Met de belt grinder en persjes erbij gekomen. De bankschroef. Eerst vonden jullie dat hij verkeerd vast zat. Nou, ik heb het nu verbeterd. Nu zit hij niet vast. Tijdelijk, hè. Nog maar een jaar is die al niet vast. En hier de coulomboor. En ook hieronder heb ik weer allemaal materiaal opgeslagen. Ik heb hier extra vakken ingemaakt. Ik heb de platen hout, kleine stukken rondstaf, platen pom, aluminium. En daaronder zijn nog twee bakken waar ook weer materiaal in kan. Je kan er niet genoeg van hebben. Die vorige werkplaats heb ik ongeveer 3 jaar heb ik daar gebruik van gemaakt. Vanaf dat we ons huis kochten tot dan nu ongeveer een jaar geleden. En in die tijd is het echt van een, nou ja, van een leeg schuurtje naar een volledige werkplaats geweest. Maar ik begon er een beetje tegenaan te lopen dat de formaten van projecten die ik wilde doen en de tools die ik erin wilde hebben, gewoon niet meer echt pasten. En los daarvan begon het feit dat ik midden in een woonwijk zat me steeds weer te storen. Want ik was toen nog eigenlijk elke zaterdag en ook regelmatig op zondag was ik in mijn schuur bezig. En ja, je maakt stiekem best wel wat herrie. Even de lint zagen aan, even slijpen, even dit, even met wat spuit verder vooruit, lekker in de tuin. Nou vond ik dat niet zo'n probleem. En ik had het wel geïsoleerd met geluid. Voor, nou ja, geluid en warmte overigens. Maar je hoorde het er toch best wel doorheen. En als je in de tuin zat of voor de buren. Ja, ik had het gevoel dat ze er last van hadden. Ik heb er nooit wat van gehoord, maar ik vond het gewoon niet meer chill. Dus ik wilde naar een plek waar ik gewoon herrie kon maken wanneer ik dat wil. En meer ruimte had. Dus meer ruimte en herrie. En zeker die herrie is misschien goed om eens een keertje bij stil te staan. Want ja, je buren die wil je ook gewoon tevreden houden. Maar, dus toen ging ik verder kijken naar wat ik dan wilde. En eerst zat ik naar hele grote plekken te kijken, maar ja, dat kon ik simpelweg niet betalen. Plus dat, ja, het was toen ook nog niet nodig. Dit is voor nu, is dit voor mij perfect. Groter is altijd mooi, maar... En toen is er nog ongeveer, denk ik, een jaar overheen gegaan voordat ik daadwerkelijk hier naartoe ging. Ik was gewoon een beetje aan het zoeken, aan het kijken, kan het uit qua budget. En op een gegeven moment kon dat dus. En kreeg ik de sleutel van deze box. En ik weet het nog steeds zo goed. Want ja, ik had gewoon mijn YouTube kanaal, was ik ooit begonnen, gewoon voor de lol. En toen wat serieuzer gaan doen, wat echt actief elke week projecten gemaakt een tijd lang. Wat niet te doen is. Als je het moet bedenken, uitwerken, maken, editen, thumbnails. En gelijk voor volgende week weer. Dat was best wel heftig. Maar na al dat harde werk had ik dus wel met mijn YouTube kanaal deze box. En deze kan ik ook van mijn YouTube kanaal betalen. Is het een vetpot zo'n YouTube kanaal? Nee, niet direct per se. Maar ja, ik kon dus wel. Ik had dit wel even bereikt hier. Dus daar ben ik wel echt nog steeds. Je ziet het aan de glimlach. Hartstikke blij mee dat ik dat wel gewoon even voor elkaar geboxt heb. En toen kreeg ik ook ruimte om tools die ik had, die altijd ergens onder stonden. Goh, weer zo'n mooi bruggetje. Een fatsoenlijke plek te geven. Heeft ook weer een driekwart jaar geduurd voordat ik dat daadwerkelijk gedaan heb. Maar hier is mijn afkortzaagstation. Deze zaag had ik al in mijn vorige werkplaats. Die heb ik toen aan de muur gehangen. Want ja, wat hing er niet aan de muur. Maar, en dan kon ik hem pakken als ik hem nodig had. Leuk idee, Emiel. Zeker. Maar voor mij, ik gebruik een afkortzaag vooral als ik even 1 of 2 houtjes moet doen. En want ja, als je echt wat groots gaat doen, ja prima, dan zet je hem ergens neer. Helemaal mooi, kan je dat daarvoor zagen. Maar ik merkte dat ik, als ik 1 of 2 houtjes moest doen, nog steeds aan het klooien was. Dus ja, dat was hem niet. En nou ja, nu was het pas dus tijd om deze mooie kar te maken. Jawel, ook deze staat op wielen. Voor de afkortzaag, zodat als ik 1 houtje heb of 2 houtjes, dat ik gewoon dat kan zagen. Dat is wel echt heel fijn. De video hiervoor, die komt binnenkort online. En in die video ga ik je niet alleen laten zien hoe je deze maakt, want ja, hoe groot is de kans dat jij precies dit wil hebben. Maar ik ga je dus laten zien hoe je voor jouw werkplaats meubilair kan ontwerpen wat perfect is voor jou eigenlijk. Dus het perfecte werkplaatsmeubilair. Hoe je dat nou maakt. Want dat is wel grappig, ik wilde deze eerst een stuk smaller maken. Ongeveer zo breed. En toen dacht ik, ja, maar de CNC-frees moet eronder. Dus toen werd die iets breder. En toen had ik hier en hier allebei ruimte waar je net niks mee kon.
is die wel lekker compact. Maar ja, als je twee keer ruimte hebt waar je net niks voor kan, heb je niks aan. Dus ik heb hem toen eigenlijk bewust nog iets breder gemaakt, zodat ik zowel hier als daar nog een tool kan neerzetten. Op die manier is die weer heerlijk efficiënt. En als we dan naar beneden gaan... Ja, zijn jullie er? Dan staat hier dus de CNC-frees in. En ook die staat weer op wielen. Die kan ik eruit rijden als dat moet. En ik kan de laptop pakken. Maar meestal hoeft dat helemaal niet. Want deze, die frees lekker zelf. Hoef je niet bij te zijn. Of in ieder geval niet zoveel. Dus die zet ik lekker aan met de laptop. Schuif hem hierin. Blijven de spanen een beetje hier erbij. En heb ik er geen last van. Staat hij niet in de weg. Hij stond eerst helemaal op een tafel. Ja, dat is gewoon zonde van de ruimte. En ook hier heb ik vervolgens weer hier... En daar ruimte voor materiaal. En ook hier heb ik weer de bakken. Voor bijvoorbeeld dit soort boxen. Waar mijn freesjes in zitten. Ik heb er nog eentje voor alle klemmen. Op die manier probeer ik dus in alles wat ik bouw. In elk vrije hoekje probeer ik dingen te stoppen. Want ja, je kan heel groot, heel leuk kijken naar een grote werkplaats. En nog een grotere werkplaats. En nog een grotere werkplaats. Maar je kan ook heel veel... Ja, je kan ook bijna gratis eigenlijk een grotere werkplaats maken van je huidige werkplaats. Door er gewoon even slim over na te denken. En zelf vind ik dat misschien nog wel het allerleukste van die hele werkplaats. De projecten zijn tof, zeker zoals die driftrijkpas. Superleuk, superleuk om te testen ook. Zeker een aanrader. Maar gewoon het inrichten van de werkplaats, een goede, mooie plek voor jezelf maken. Dat is misschien nog wel wat ik het allerleukste vind. En ja, zo zie je, dan kan je dus ook best wel iets cools bouwen. Wat niet per se heel erg duur hoeft te zijn. Zoals deze box. Die kost mij €370 in de maand. Ongeveer nu. Maar je kan ook wat goedkopere boxen huren. Dus voor een serieuze hobby. Of een hobby waar een klein beetje geld mee verdient. Zou dat misschien al uit kunnen. En het inrichten. En het inrichten hoeft ook niet per se duur te zijn. Dat kan je net zo gek maken als je zelf wil. Je kan hele mooie luxe werkbanken en zo aanschaffen. Of zelf met wat platen hout of wat balkjes. Iets in elkaar schroeven. Wat iets meer werk is. Maar wel goedkoper. En precies naar jouw wens. Dus het is maar net waar je naar op zoek bent. Hoeveel budget je eraan moet uitgeven. Hier heb ik planken opgehangen. Want behalve de dingen die gewoon een vaste plek hebben. Zoals mijn schroevendraaiers in het karretje. Mijn zaag. Mijn different tools. Heb je ook gewoon een hoop zooi. En projecten die in progress zijn. Zoals hier... Is een bak die ik dan vol heb zitten met spullen van de driftrijk. Ja, dat soort dingen moeten gewoon een plek hebben. En dat had ik in de vorige werkplaats, had ik dat niet echt. Dat alles had een plek, maar alles wat geen plek had, stond in de weg. Dus dit soort tijdelijke dingen of dingen die ik langer moest opslaan, dat had geen plek. Dus vandaar dat ik deze planken gemaakt heb. Er staat nog niet heel veel op. Wel een kacheltje, wat andere dingen, bier openen. En hier, dit is ook wel tof, heb ik hangers. Die kan je gewoon kopen als je zoekt op tool hanger of tool mount. En dan jouw accu-merk. Kun je dat soort houders gewoon kopen. Waar je tools aan kan ophangen. Op die manier hangen je accu-tools altijd netjes weg. Boormachine, ja, die ga ik zelf natuurlijk niet ophangen. Want die heb ik gewoon altijd ergens met een accu staan. Maar voor de wat minder gebruikte dingen. Popnageltang, de plaatschaar, slijptol. Die hangen allemaal hier. Al moet die slijptol overigens wel naar de metaalhoek, daar waar de draaibank staat. Ik probeer dat een beetje gescheiden te houden, dat daar het metaalstof is en hier het houtstof. Tuurlijk, het gaat overal, maar op die manier helpt het een beetje. Links van die mooie afkortzaag kast, station, werkbank, heb ik hier nog een kast. En deze kast, doe ik maar heel even kort open. Dit is echt een bende. Snel weer dicht, opgeruimd. Deze kast heb ik al mijn chemicaliën staan. Mijn WD-40, mijn epoxies, mijn gietharsen, mijn brandstof. Staat allemaal hier. Mooi afgesloten in een kast. Staat het netjes en staat het enigszins veilig. Is niet een echte stoffenkast. Je kan hele dure kasten kopen voor dit soort gevaarlijke stoffen. Is het niet, is ook niet nodig, vind ik persoonlijk. Dit voldoet ook wel. Hierbovenop heb ik ook weer een kastje gemaakt waar, jawel, materiaal in kan. En hier staan ook mijn sorteerbakjes en daar ben ik best wel blij mee. Deze heb ik al heel lang. En hier zitten alle boutjes en moertjes. En deze had ik al voordat ik
mijn vorige werkplaats had. En ook dit is weer zoiets van koop er alsjeblieft de goede bij deze. Ik ga ze gewoon nog kopen doen. Hier zitten die losse bakjes in. Dus als je iets moet maken, pak je gewoon het bakje met spulletjes die je nodig hebt. Ding weer dicht. En op die manier kan je lekker werken. Plus, als je hem anders moet indelen, schuif je een bakje op. Andere bakje hier. Kan je hem makkelijk indelen. Veel makkelijker dan met al die schotjes. Dan zijn we in de werkplaats bijna rond. Ik ben wel heel benieuwd wat jij aan goede tips uit deze video weet te halen. Of waarvan jij zit te kijken en denkt, ja, maar Emiel, ik heb in mijn werkplaats heb ik dit gedaan. En dat is nog veel handiger dan wat jij hebt. Dus heb je nou tips of wil je de leukste tip die ik gegeven heb laten weten en delen met ons? Laat het dan even weten in de comments, want ik ben heel benieuwd. En dan kunnen we er allemaal van leren. Naar de studio. Dit hier is dus de deur naar de studio. En ik heb ook van deze ruimte heb ik weer super goed gebruik gemaakt. Want hier hangt de liniaal voor mijn afkortzaag. En hier hangt ook de doekjes, de poetsdoeken. Dat is gewoon heel handig om daar gewoon zo'n mooie dispenser voor te hebben. Kost niet zoveel. En op die manier heb je altijd gewoon je poetsdoeken bij je hand. En natuurlijk de Oreo dispenser. Maar die is leeg, want... Dus pas ik op een gegeven moment niet meer door die deur heen. Ik wil hier eigenlijk nog heel graag een roldeur van maken. Zo'n snelle roldeur. Dat je op een knop drukt en het gewoon zo poof, naar boven gaat. En dan ben je erdoor. Poof, weer naar beneden. Maar ik twijfel eigenlijk of dat een interessant projectje is voor YouTube. Omdat heel veel mensen dat niet echt zullen gaan maken. Dus mocht je dat nou leuk vinden, laat het even weten. Maar ik vermoed dat het niet gaat gebeuren. Dan hier in de studio is het wat lastiger filmen. Maar tegelijkertijd ook wel weer enigszins vertrouwd. Want dit is net zo groot als dat mijn vorige werkplaats was. Als ik hier nu rondkijk, dan snap ik echt niet hoe ik dat ooit voor elkaar gekregen heb. Maar ja, het is ook heel anders ingericht natuurlijk. Hier heb ik achter mij, daar, heb ik een bureau gemaakt. Zodat ik gewoon hier in de werkplaats eigenlijk al mijn dingen zou kunnen doen. Ik doe ook nog wat dingen thuis, maar ik kan hier. Ik heb een mooi scherm gehangen. Hetzelfde scherm, zo'n Philips Ultra Wide is dit. Hetzelfde scherm als ik thuis heb, of in ieder geval hetzelfde formaat en krom. Bureautje, planken met wat mooie dingen, Cybertruck, speelkaarten schieten, soldeerapparaat, daar nog wat opslag. Oftewel, ook dit heb ik weer redelijk vol weten te zetten. Dus ik kan hier alles doen, ik kan hier mijn CNC-programma's schrijven, mijn laptop staat hier schoner dan daar. En op die manier heb ik dus gewoon een fijne, schone werkplek. Dan hier hebben we pas een mooie kast voor gemaakt. Ik ga het even zo doen. Hier heb ik dan een whiteboard hangen. Een playbutton, een decoratiebanaan, een stukje dure kunst. En hier heb ik mijn printer staan van de werkplaats. Ik heb hier een Prusa Mini, een Elegoo Mars 3. Die is bijna officieel uit. Met een wash en een cure station, want de prints van deze printer moet je eerst nog wassen in alcohol. En dan nog curen met licht. Oplaadstation, nog meer sorteerbakken. En dan nog twee laders waar zo in kunnen. En hier, dit is een schone hoek, maar hier verzamelt zich altijd troep. Ik weet niet precies hoe dat werkt. In dit geval nog een halve minibike. Waarvan ik nog een leuk project zoek voor met die motor. Wat filament. En hier hebben we dan, mijn grote trots, de bakjeskast. Is niet zo heel spannend, ook om te maken valt het allemaal best wel mee. Dit zijn IKEA Samla bakjes, de kleinste maat, als ik het goed heb. En ik heb een kast gemaakt waar ik hier... 5 rijen heb met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bakjes. Reken maar uit. Heel veel bakjes. Van de kleine. En dan ook nog 2 rijen met 1 maat groter. Deze maat. En dit gebruik ik eigenlijk alleen maar voor opslag van onderdelen. Dus voor projecten koop ik dingen. Daar hou ik dingen van over. Of ik gebruik ze uiteindelijk toch niet. Of soms bestel ik ook gewoon dingen omdat ze cool zijn of handig om te hebben. Voor projecten sla ik allemaal hierop dat als ik een keer wat wil maken en ik heb bijvoorbeeld een gearmotortje nodig, pak het bakje en ik heb hier mijn gearmotors. Op die manier kan ik dus altijd snel vinden wat ik nodig heb als ik het heb. En heb ik dus nooit de situatie dat ik 1 vergeet dat ik iets heb of 2 wel weet dat ik het heb, maar niet waar. En dat is allebei een hele kansloze situatie, want dan had je het net zo goed niet kunnen hebben. Dus
grote aanrader. Ik heb voor de meeste van deze zelfgemaakte projecten, heb ik trouwens op mijn website handleidingen staan dat je het kan maken. Voor deze ook. En wat ik hier heb gedaan, kostte even wat tijd, maar het is wel heel tof geworden. Krijg je een Fusion bestand bij, waar je gewoon de lengte en de breedte, of het aantal bakjes lang en hoog, kan invullen. En dan stelt hij die hele kast voor je samen. Dus je kan zeggen, ik wil hem 2x2. Een kastje met 4 bakjes, super schattig. Of je vult gewoon 200 bij 200 in. En dan moet je hele grote ruimte gaan huren. Dus, wil je nou ook spullen kunnen opslaan? Doe dat dan in dit soort bakjes. Want wat ook wel heel makkelijk is. Ik heb op de meeste labels. Dat is niet makkelijk, dat is wel makkelijk. Maar ze zijn doorzichtig. Dus ook zonder dat label kan je er gewoon doorheen kijken en zien wat erin zit. Dat is nog veel handiger dan dat label. Maar Emiel, doe je dit nou inmiddels fulltime? Is dit je werk? Heb je er nog een baan naast? Nee, ik doe dit niet fulltime. Ik heb hiernaast nog een baan. Oh ja, de definitie van fulltime is dat je het 40 uur in de week doet. Daar heb ik zeker wel aangezeten. Maar ik heb er ook gewoon nog een baan naast, 3 dagen in de week. Die ik overigens ook hartstikke leuk vind. Maar ik had ooit wel het plan om dit als zijnde YouTube fulltime te gaan doen. YouTube kanaal, videootje maken, sponsor erbij en op die manier dat zo rond te komen. Alleen, ik had zelfs een timer opgehangen die aftelde. Ja, hebben we op mijn tweede kanaal dat allemaal gezien. Die heb ik dadelijk uitgezet, want dat was niet helemaal wat ik wilde. Kwam ik toen geleidelijk achter. En wat ik eigenlijk altijd gedaan heb, en toen onbewust ook, en daarvoor en daarna bewuste, is alle inkomsten die ik binnenkreeg ook weer investeren in nieuwe skills door cursussen te volgen, nieuwe tools, apparatuur, deze werkplaats, om zo steeds meer hier te kunnen. Want het grotere doel wat ik eigenlijk altijd al had, en toen met YouTube even op een lager pitje stond, maar toch ook wel ging kriebelen weer, ik wilde iets anders doen. Ik wilde namelijk de Practical Engineer Specials oprichten. En dat komt zo, heel lang geleden had ik een Volkswagen reclame gezien waar ze met een aanhanger achteruit reden door de stad. In die aanhanger zat eigenlijk een hele auto gebouwd. En toen ik dat zag, dacht ik, ja, er is dus ergens een engineer of een engineersbureau geweest die dat gemaakt heeft. En precies dat soort projecten, niet auto's in aanhangers, maar veel breder, dat ga ik, nu nog ik, maar dat moeten we, er moeten meer mensen bij gaan komen uiteindelijk, met de Practical Engineer Specials doen. Dus, heb jij een gek project, een auto in een aanhanger, of een gekke machine, of een machine die speelkaarten helemaal over de beurs schiet, of iets geks, of gewoon, je hebt een tof productidee van iets fysieks, maar je kan dat zelf niet maken, maar je wil wel iets hebben om vast te hebben, om een keer te voelen of het de goede maat is, of het voelt zoals het zou moeten voelen, om het aan een investeerder te kunnen laten zien. Neem dan even contact op met mij, want waarschijnlijk kan ik het voor je maken. Dus dat maakt dat ik dit nog al die tijd gewoon naast mijn gewone baan doe. In de avonduren, in de weekenden. Wat ik overigens met plezier doe. Ik zit hier met plezier regelmatig tot 12 uur 's nachts te werken. Want het voelt niet als werk. Het is gewoon eigenlijk alleen maar leuk. Dus dat maakt dan ook wel dat ik dit allemaal voor elkaar heb kunnen krijgen. Dus wil jij nou meer ruimte? Check dan even zeker de website van Garagepark. Ik heb de link onder in de beschrijving. Ondertussen heb ik voor jou een playlist klaargezet met projecten die ik je heb laten zien. Dus ik laat je zien hoe je de werkbank maakt, hoe je een kastje maakt waar de lintzaag op staat, hoe je zo'n vliegtuigkarretje inricht en nog veel meer. Zie je daar!